Hallo allemaal. Heel even de computer aan het goed zetten. Want ik wil jullie natuurlijk wel meelezen. Goedenavond allemaal. Leuk dat jullie er allemaal nog zijn. Ik ben altijd heel graag de hekkensluiter. Dat hebben jullie misschien al gemerkt. En jullie hebben deze mal in jullie pakket erbij gekregen. En die ga ik natuurlijk ook gebruiken. Daar heb ik voor één kaartstok de grootste maat. En dan een maatje kleiner in het ras. En nog een maatje kleiner in het groen. En ik ga een slijder maken met twee slijders erin. Misschien hebben jullie al voorwerk gedaan, zo niet, dan probeer ik niet te snel te doen. En ik probeer aan de zijkant mee te lezen. Als jullie vragen hebben, dan kan ik die gelijk beantwoorden. Gezellig dat er zoveel mensen zijn om mee te kijken. Waar ik mee ga beginnen is met het smalste, het kleinste deel. Op het andere deeltje plakken. En dat mag echt een beetje royaal, want we hebben natuurlijk die slijder en die moet nergens blijven hangen. Dus het doet een beetje royaal met lijm. Leuk zijn die festivals, hè? Hartstikke leuke goodiebags altijd. En je kunt lekker meedoen. Nou, die plaatjes hebben jullie misschien allemaal al uitgeknipt. Dan ga ik er eentje vastplakken. Dit leg ik even weg. Dat hebben we straks pas nodig. Eentje ga ik vastplakken. En de andere die ga ik verhoogd opbrengen. Want daar komen mijn poppetjes die er achteruit komen. Die komen daar achteruit. En dan moet dit iets verhoogd. Ik wil ze eigenlijk zo een beetje achter elkaar, alsof het een dorpje is. Dus de onderste, die ga ik echt goed vastplakken. Oh, Petra heeft de plaatjes nog niet geknipt. Wat altijd heel handig is als je zo'n pakketje krijgt. Dat je gewoon lekker voor de tv een dienblad pakt. En je knipvellen. En dan gewoon lekker voor de tv je plaatjes knippen. En dan doe je die in een plastic zakje bij je designpapier. En dan heb je lekker al die plaatjes al geknipt. Kijk, deze die zit nou echt goed vast. Ik heb de lijm expres ook goed aan de zijkant gesmeerd, zodat die echt heel goed vast zit. En deze die komt een beetje verhoogd met die foam van Heffeldoodle. Deze twee poppetjes die komen er achteruit gepiept. Dus ik leg hem even zo neer. Dus eentje komt daar en eentje komt hier. Dan moet het natuurlijk zo zijn dat ze alle twee echt helemaal onder het huisje verdwijnen. Even een klein potloodstreepje
waar de slider moet komen. Nou, een slider, je kan een mal gebruiken. Je kan natuurlijk ook gewoon met een mesje een sleuf snijden. Ik heb, in dit geval heb ik de standjes. Er zijn standjes van Studio Light, dit zijn er van ECD. Je hebt heel veel verschillende merken die sliders verkopen. Maar je kunt ze ook zelf snijden. Maar gekocht is natuurlijk makkelijker. Die plak ik even met een stukje tape vast. En dan haal ik hem even door de machine. Kijk, en dan heb je een heel mooi strak sleufje. Hoe groot is het sleufje? Even kijken. Dat moet je dan met een scherp mesje doen. Die is 5 centimeter bij 3 millimeter. Nu heb je twee sleufjes erin zitten. Dan hebben we natuurlijk een soort trekstang nodig. Nou, als je een stans hebt, dan is het natuurlijk niet moeilijk, want dan past het altijd mooi op elkaar. Anders snij je eventjes twee stroken met een uiteinde. En die zijn 1,5. Nou, de lengte, je moet natuurlijk deze lengte hebben. Je mag iets korter, maar ik zou gewoon even iets langer eraf knippen. Kan namelijk altijd. En de lengte van de slider is 20 centimeter. Nou, die plak ik even tegen elkaar. Want dat moet een beetje een stevig geheel zijn. Hé, Annie. Ik heb hem gevonden hoor, je kaart. Ik had hem gewoon gemist. Van gisteren. Petra, dit is de pool tab. En dat is 1936 van ECD. Maar je hebt ook sliders van Studio Light, hoor. Er zijn meerdere sliders. Het principe is hetzelfde. Plak ik even tegen elkaar, dat het echt goed stevig te trekken is, zometeen. En ik wil heel graag dat er een ruitje te zien is en niet dat het wit is. Kijk, als je hem zo doet, dan heb je een witte onderkant. Maar ik wil eigenlijk dat die onderkant een ruitje is. Dus ik doe op de slider ook nog een ruitje.
Nu hebben we ook een geleider nodig. Voor zo'n klein stukje niet, maar voor een wat langere hebben we een geleider nodig. Dat is een vierkantje met een tapstukje eraan. Waar je trekstang zeg maar doorheen gaat. Voor diegenen die de stans niet hebben, ik zal hem even opmeten. Die geleider, die is 4,8 bij 2. Die geleider die plak je hier strak vast, zodat hij niet naar de zijkant kan schieten. Dit vouw je dubbel. Dit komt door die spleet. En zo. Zie je? Dan heb je al een schuifgedeelte. Kijk, en het ruitje erachter. Dat is mooi, want als die dan dicht is, dan heb je mooi het ruitje erachter. Nou, wat ik hierop plak... is eerst een rondje van kaartstok. Dit is een pontje van Pasen. Plak er even twee tegen elkaar. Dit komt op de slider. En daar komt zo meteen je plaatje op. Nou, hetzelfde gaat aan de andere kant. Het is natuurlijk handig als je een malletje hebt, maar heb je geen malletje, je kan dit echt ook zelf uittekenen. Maar het is natuurlijk handig om een malletje te hebben. Nou, hier hetzelfde. Ook hier wil ik die groene achterkant. De staande sleuf is 7 centimeter. Snappen jullie het allemaal tot zover? Ik denk het wel, hè? Kijk, ook hier gaat die slider weer door die sleuf. En je drukt die zijkantjes naar buiten. Oh, designpapier.
En daar komen die rondjes op. Oh ja, dat is waar. Maaike, dat klopt. Met het ijsje had ik het uitgelegd, dat klopt. Even vasthouden dat het droogt. Kijk, nu hebben we al twee sliders. Kijk, en om deze beweegt, hè? Zien jullie? Nou, als je nou je geleider hier bovenaan vastplakt. Dan wordt hij geleid. Nee, dat kan Ronnie, dat geeft niet. Voor ieder wat wils, hè, tijdens het festijn. Hier zit dit veel dichterbij, dus deze knip ik even door, deze geleider. Want anders zien we dat wit hier door dat gleufje. Ja, het lijkt moeilijker, hè? Het is echt niet zo moeilijk. Ah, met je hond ook even op tijd aaien, Chantal. Dan heeft hij ook het idee dat hij meedoet. Kijk, dus deze geleider heb ik wat dunner gemaakt, zodat hij niet door dat gaatje piept. De maat is van de trekstang. Even kijken. Die is 19, zeg maar. 20. Als je die 20 maakt, dan kan je kan beter een stukje eraf knippen als dat je tekort komt. Kijk, we hebben nu twee beweegbare delen. Hier. Deze, die ga ik natuurlijk verhoogd opbrengen, want anders dan kan hij er niet tussen. Maar let dan op dat je zorgt dat die poppetjes natuurlijk wel goed kunnen schuiven. Dus ik doe hier, even kijken hoor. Deze komt hier. Je kunt hem maar op een paar plaatsen vastzetten, want anders loopt hij vast. Kijk, die komt hier langs. Even kijken. Je kunt eigenlijk alleen de hartje vastzetten en hier die onderkant. Ik denk dat je alleen de onderkant. Ik ga ze alleen even de onderkant vastzetten. En dan daarna kan altijd nog gekeken worden of er nog een puntje is wat je nog meer vast kan zetten. Want hij moet natuurlijk wel kunnen schuiven. We kunnen altijd straks nog kijken of we hier of daar nog een puntje extra vast kunnen zetten. Eerst die gnoompjes er even opzetten. Kijk, ondertussen is dit goed droog. En dan kun je je gnoompjes erop zetten.
Hey, Tosca. Helemaal goed, hè? En deze ook. Nou, dan het huisje ervoor. Ik denk dat we die schoorsteen nog vast kunnen plakken. Ja, hier kunnen we niet veel plakken, maar hier die schoorsteen kunnen we ook een stukje plakken. Passen en meten wordt de meeste tijd versleten, hè? Ja. En ja, ze doen het alle twee. Dus dat is helemaal goed. Nu kunnen we in dit af gaan werken. Zorg dat hij dan op de laagste stand staat. Dan knip je je trekstang af. En naar keuze kun je daar een rondje omheen doen. Met een klein pijltje. Dat zit ook bij die set, maar daar kun je ook zelf natuurlijk een klein pijltje erop tekenen. Nou, voor deze telt hetzelfde. Ik laat er iets ruimte, een beetje recht. Deze had ietsjes verder. Ik doe hem ietsjes verder bollen. Zo. Zit hij net iets mooier. Nou, nu kunnen we hem op de onderkaart plakken. Let op dat je ruimte laat, hè? Dus geen lijm op de plekken waar je moet trekken. De haartjes blijven hangen. Een beetje helpen, hè? Dus let op dat je je huisje zo opplakt dat die poppetjes er goed achteruit kunnen piepen. Het huisje zit maar op een paar plekjes vast. Nou, dan had ik nog een paar leuke slingers en nog een tekstje. En dan is het kaartje eigenlijk al af.
naar keuze kun je natuurlijk zelf nog versiering. Er zitten hele leuke gebakjes bij. Aardbeidjes, ook wel leuk. Die kan ik ook nog wel even een paar uitknippen. Ik laat jullie zo meteen nog even het voorbeeld zien wat ik had gemaakt. Ik ga natuurlijk altijd eerst uitproberen voordat ik voor het echi ga. Oh, even vasthouden. Nou, eigenlijk heeft hij al genoeg. Maar naar keuze kun je natuurlijk nog veel meer doen, hè? Ik zal even de kaart die ik als voorbeeld had gemaakt. Kijk, dat ziet er gelijk heel anders uit met het designpapier. Hier had ik nog een huisje met een gnoompje. Dit is het standje van Creatief Kraftlab. Kijk, en hier had ik deze gnoompjes. Oh, goede kant. En hier had ik nog een, oh, dat kunnen we natuurlijk wel doen, nog een extra gnoompje hiervoor. Dat is wel leuk. Ik had ze ook nog niet allemaal uitgeknipt, zien jullie wel, hè? Ja hoor, jullie zijn weer helemaal zoet de rest van de avond. Ik ga wel even Boer zoekt vrouw kijken. Dat vind ik heel leuk. Dus dan ga ik zo wel, dan zet ik hem gewoon even terug de tv. En dan ga ik dan nog even kijken. Maar zo kun je je kaartje nog een beetje versieren. En met net wat je zelf leuk vindt. Nou, bedankt voor het kijken allemaal weer. En heel veel succes. En graag tot een volgend festijn weer. Doei doei!